mensen, bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan we verder met de swap. Want hier staat de Flintstone Vespa, helemaal kaal, kon je zien in onze vorige aflevering. En vandaag is de beurt van deze Thunder Vespa, Dissator C, Zip SP, Blok Rammer. Die gaan we uit elkaar trekken. Zoals jullie kunnen zien is het buiten helemaal wit. We hebben net de storm achter de rug. Het is vandaag februari 2021. Nou, jullie hebben het net ook allemaal meegemaakt, want we uploaden dit nu een paar dagen later. Dus je hebt het zeker allemaal meegemaakt. Natuurlijk, tenzij je in de coma lag of in een diepe slaap. Dat heb ik niet meegemaakt. Maar er ligt sneeuw, er ligt ijs. Helaas kan ik om die reden dus ook niet rijden op de Thunder Vespa, als ik even het laat zien. Omdat ik dat nu niet kan laten zien buiten, live, in deze video. Laat even een oud fragmentje zien hoe wij te keer gingen met die Thunder Vespa. Wat denk je? 95. 85. Ja, zeker 100. Nou goed, dat is dus eventjes de status voor nu hier in mijn zaak in Nederland in februari 2021. En we staan hier met twee Vespa's. Hier dus alle gestripte Vespa. Nou, het blok en al die spullen hebben alles helemaal opgeruimd. Lag daar in die hoek. En daar ligt het nu niet meer. Nou, we hebben deze, die gaan we nu uit elkaar trekken. Nou, ook bij deze scooter moeten we het blok eraf halen. Moeten we de draadboom eraf halen, de gaskabel. Bla 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 bla. Hij moet uit elkaar en dan zijn we klaar voor die swap. Ik ga hem juist uittrekken met mijn Joey schaar. Hoe noem je dit? Rits hangen. Rits? Rits? Joey Scharitz, hij is toch vet man, serieus. Kijk dan. Die van mij was afgebroken. Ik ben gek op die jas man, ik leef met die jas. En dan gaan we weer beuken, we gaan de gas tegenaan gooien. We gaan het ding gewoon even van helemaal kapot maken. Gewoon. Door die hitte blijft niet meer performance. Dat was ooit zo getuned. En het zag geinig uit bij de Thunder Ship. Want dat is eigenlijk het blok van de Thunder Ship, toch? Ja. En die scooter is roze. Ze hebben rotte roze heat wrap. Heet dat? Deed het erop. Heat wrap. Dus eigenlijk is het lastig om te monteren, hoor. Weet je hoe monteren? Blijft het zitten, dan? Het is heel moeilijk. Het gaat niet blijven zitten, hoor. Ja, je moet gewoon een lijn erop doen. Dat kan wel, toch? Stuurkappen zijn eraf, binnenkappen zijn eraf, treeplankjes eraf en de size skirts, dat is om die treeplank te kunnen loshalen. Nou, dan zien we hier weer een open scooter, de draadboom gaan we natuurlijk weer eruit halen, gaskabel en uiteindelijk het motorblok. Ik heb met één ding geen rekening gehouden en dat is met de kill switch. Kill switch. Dus wat ga ik doen? Ik laat de kill switch gewoon op deze scooter. Natuurlijk zit voor de tweetak draadboom zit er wel een kill switch aansluiting op. Die blijft er ook op. Ik koop gewoon de kill switch bij en die monteer ik dan ook straks
op het stuur van deze Flintstone Vespa. Dus beide scooters hebben straks een kill switch. Waarom allebei dan? Als ik die kill switch nu van deze stuk af zou halen, dan krijg ik schade, heb ik gaten. En dat is hartstikke lelijk. Nou goed, in die viertak prima, weet je, ruim op de kill switch, lekker belangrijk. Het ziet er wel geinig uit ook, toch? Sinds de kappen eraf zijn, kunnen we hier alvast de drapen helemaal loshouden, dus dat gaan we doen. Als we dit hebben gedaan, dan gaan we naar de achterkant, tankje straks eraf, motorblokje eraf. En dan is deze ook gestript. Eerst nu nog de drapen om even weghalen en de kill switch nogmaals, die laat ik zitten in deze drapen. Zaaltje is nu ook af. De draaibom aan de voorkant is helemaal los. Gaskabel is eraf. Gashendel is er ook af trouwens. We gaan alles gewoon echt gewoon in één keer plug and play overzetten. Dat is makkelijk. Kijk, hier hangt hij. Met gaskabel. Met gashendel. Met mijn losse handvaten. De tribal variant. Zwart. Hartstikke dik. Nu moet ik de achterkant nog even loshalen. Daar wat stikketje loshalen van de originele tweetak draaiboom. Hier zit de Molossi Digitronic. Voor de Molossi race-ontsteking die in het motorblok zit, moeten we ook even loshalen. De brandstoftank, deze heeft een speciale brandstoftank met een Molossi kraan. Die kraan die laat heel veel brandstof toe ten opzichte van de originele kraan wat Vespa eigenlijk zelf gebruikt. Dit motorblokje en deze carburateur verbruikt zodanig veel brandstof dat er meer brandstof door die leiding en door het gat moet komen van die kraan dan een originele kan geven. Dus daarom zit er een Molossi kraan in. Die laat dus ook erin zitten van gewoon de hele tank, want die tanken zijn toch los. Ik ga nu door met het loshalen van de draadboom. Achterkniplichten, achterlicht eraf, steek iets allemaal los. Dan kan die draadboom er bijna al helemaal uit. Dan nog wat onderdelen van het motorblok loshalen, zoals dus dat stukje van die raceontsteking. En dan tot slot motorblok eraf, tank liften en dan zijn we er weer. Er is nog maar één level up wat we hierna nog kunnen doen, Lloyd. Nog maar één level up wat we hierna kunnen doen. Maar die is echt verschrikkelijk YOLO. Wat kunnen we nog doen? We kunnen nog een keer een derde scooter erbij kopen. Daar dan een watergekoeld motorblok op zetten. En dat is op zich niet eens zo spannend. Wat ik wel spannend vind, wat ik wel heel sexy vind, is als we dan hier gewoon sleuf in maken en daar de radiateuren achter zetten binnen. Dan met koeling ook in de binnenkappen dan. Maar dat de koeling echt door de voorkant van die Vespa moet. Dat betekent dus dat we dan echt moeten slijpen in die voorkant van die Vespa. Dus je krijgt hier dan echt gaatjes of sleuf of wat dan ook. Ja, dan verbouw je echt zo'n scooter. Maar ja, dan heb je echt, dit ding is al zo snel. We laten nog heel even een stukje zien dat die helemaal de teller uitliep. Ik weet precies welke film het is, we gaan het nu laten zien. Teller helemaal uit. Laatste twee dingen die we nog moeten doen. 1. Motorblok eronder vandaan. Die gaan we zo weghalen. Schuif hem zo van het framepje af. En dan de tank, die trekken we er zo onder vandaan. Speciale welse tank, weet je nog. En die gaat uiteindelijk onder. Die gaat uiteindelijk onder de Flintstone Vespa. Motorblok.
You know what might happen? Looking. Joey driving on his fasting scooter, going like pram, prim, prim, prim. Knees, op je, gewoon everything you know. Then, suddenly, brake, brakes. Yes, then I got a problem, because I cannot brake for the scrape. You know the scrape from the rear thing, yes, you know. And then I fell down and I got the damage on the scooter. So, what's Joey going to do next video? We changing the brake cable. I not like this one. Ik weet dat onze vriend van Dennis Leijster, DDL Tuning in Klaas Waal, een eigen pijp heeft ontwikkeld en die wil hij graag op deze Vespa, tenminste op dit raceblok zetten voor onder een Vespa. Dus ik ga zo meteen met hem bellen, ik hoop dat hij opneemt en dan gaan we eens met hem overleggen of hij al klaar is en de pijp in huis heeft om te monteren in DDL Klaas Waal. Na al die tijd gaat het draadje eraf. Het heeft er nu denk ik 2 jaar op gezeten of zo, misschien langer. En hoe ziet het dan eruit? Het is nog een klein beetje roze. Kijk, hier is hij zo heet geworden. Daar is het weg, maar hier is hij nog roze. Tot hier kan je de auto behandelen met olie en vet. Of WD-40. Je kan je van schoon houden. Daar krijg je ook die mooie bruine kleur. Dus ingebrand vet enzovoort. Onder die roze heatwrap kan ik natuurlijk niet gaan smeren en olie en dat soort dingen allemaal. Dus daar roest het gewoon. Ook als er vocht komt en het kan erop. Want ik heb met elk weeromstandigheden gereden met die brommer. Daar roest het gewoon. Daarom is het dus verroest daar. Andere kant heel mooi bruin. Het is natuurlijk nu nog lelijker dan wat het al was. Ik had het beter kunnen laten zitten. Alleen het zat al een beetje los. Het was al verkleurd. Dus we gaan nu DDL Tuning bellen, Dennis. En vragen of hij die pijp al heeft. Want nu moet er zeker niet onder. Yo, Denzel Washington. Oké, dan gaan we. Ik zet je op luid. Oké, nou, jongens, we hebben Dennis aan de lijn. Dennis, YouTube Dennis. Goedemiddag. Hi. Hey, de vraag is, ik ben nu die scooter aan het swappen en dat zitmotorblok zit nu, zit nu helemaal op geen scooter meer, maar die gaat straks op die Flintstone Vespa. Die uitlaat die onder dat blok zit, dat is die Malossi MAR Team uitlaat. Ja. Maar jij hebt ook een DDL Tuning uitlaat voor dat blok, als het goed is. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb een nieuwe serie uitlaat ontwikkeld die ook voor een teammotor heel positief waren in de testen. Ja. En die wil ik zeker met jou onder de Vespa ook gaan proberen. Mm-hmm. De enige maar die eraan zat is dat de uitlaat heb ik laten maken. Die past eigenlijk heel goed onder een Piaggio chip. Maar Vespa is natuurlijk een stuk lager qua kuipwachten. Ja. Dus daar moet ik een modificatie in gaan doorvoeren, maar die gaan we zeker testen weer. Ja, nee, maar dat komt wel goed inderdaad, dat komt wel goed. Want ik heb ook een zijstand uit, dus we kunnen hem ook ophogen als het nodig is. Hé, hey, dan is de vraag, heb jij de uitlaat al leverbaar? Ja, alleen nog wel vrij beperkt nu. Aankomende donderdag gaan ze een zending toesturen en dan krijg ik het meer. Dus dat betekent dat ik er volgende week best wel veel op voorraad heb. Hou we contact, dankjewel voor zover. Ik ga me verder slopen nu. En dan zien we je binnenkort bij DDL Tuning voor die speciale DDL uitlaat, ja? Mooi man. Oké, man. Spreek je later, Dennis. Is goed, later. Later. Hoi. Oké, nou dat was Denzel Washington. We hebben gesproken. Hij heeft die uitleefbaar aankomende week weer. In deze aflevering hebben wij deze scooter gesloopt, omdat we gingen swappen. In de vorige video sloopten we de Flintstone Vespa. Nou, die was toen viertakt. Nu is hij helemaal niks meer, want daar staat er zo bij. Nou, vervolgens is het weer een nieuwe video met een nieuwe aflevering waarin we de Thunder Vespa, de originele Thunder Vespa, hebben gesloopt. We hebben het motorblok losgehaald. Nou, draad boven, je ziet hem om mijn nek. Dit is het oude SIP motorblok. Echt een verschrikkelijke rammer. Heel fijn motorblok. Dit is een van de leukste scooters en de leukste motorblokken die ik nu heb om mee te rijden. Die Thunder Vespa heeft ook een heel sick motorblok. Die is waterkoeld, die is ook nog sneller dan deze. Maar is weer heel anders. Het is echt veel meer race. Dan hebben we nog de Thunder Aerox met het Honda motorblok. Daar heb ik nog niet eens op gereden, want het weer is steeds te slecht. Maar met koude regen en soort narigheid wil ik niet rijden met de dingen, is te levensgevaarlijk. Maar deze heb ik nog wel getest met de kerst. En toen heb ik nog een hele leuke dag gehad met deze scooter, met dit motorblok. Het is
echt een heel snel motorblok, jongens. Onderschat dit malle dingetje niet, hè. We hebben ook de comments gelezen op onze vorige video over onder andere de handvaten van Belossi die we onder die scooter gaan zetten. Dit zijn de handvaten die we gaan monteren op de Thunder Vespa. Die hebben jullie uitgekozen en bedankt dan ook voor het reageren op die video. Reageer ook op deze video wat je natuurlijk vindt van deze scooter, van deze kleur, van de samenstelling en welke jouw favoriet is. Ben je fan van de Flintstone Vespa of ben je fan van de Thunder Vespa? Zijn twee tegenpallen, want deze is heel classy en strak, vind ik zelf. Terwijl het was wel de rubber van de Vespa's van Nederland. En dat is dan een heel spectaculaire ding. Alleen het was, is nog geen rubber, maar dat gaat het zeker worden. Laat weten welke Vespa jouw favoriet is van deze twee. De handvaten die je hebt gezien en waar je trouwens ook uit kon kiezen, die kun je bestellen op Joey Schapendel. Alle onderdelen die we gebruiken in deze video's kun je bestellen via mijn website Joey Schapendel. Bestel je daar je onderdelen, dan support je dit YouTube kanaal volgens met Joey en dan danken wij jullie daar heel erg voor. Lieve mensen, vond je het een leuke video? Duimpje omhoog, abonneer op volgens met Joey, druk op dat belletje. Ik doe nu zo, zodat de cameraman heel veel narigheid heeft met het belletje volgen. Dat is wat, hè? Hij steekt zijn middelvinger op. En bedankt voor het kijken, jongens. Reageer op het video, welke is je favoriet? En check me ook op Instagram, @joeyschaar. Want daar zit nu een vette foto online van deze Vespa's.